Mensen, ik ben helemaal gek geworden. Vandaag koop ik de hele Brawl Pass en ga ik alles openen. Dat kost ongeveer 80 euro. Dus abonneer alsjeblieft. Dit is namelijk mijn pay-to-play account waarop ik geen enkel potje mag spelen. Vandaar ook dat ik 0 trofeeën heb. Mijn doel is om elke knokker te krijgen en ik ben al lekker bezig zoals je ziet. Ik heb zelfs al 3 legendary. En ik verwacht er vandaag 5 nieuwe knokkers bij. Minimaal. De challenge is namelijk heel simpel. Ik open gewoon alles in de Brawl Pass. Dus laten we even beginnen met deze aanbieding van 12 euro. Zodat ik gelijk 20% skip. Zo, even betalen. Yo, dankjewel. Daar gaan we dan. Yeah, 20% vooruitgang. Mooi. Maar er zit een klein addertje onder het gras. Ik begin gewoon met alles openen. Hartstikke leuk. Hier, kijk ook gelijk even een stal erop. Boeien. Als ik een knokker vrijspeel, zoals nu gebeurt met Ems, dan moet ik eerst op mijn hoofdaccount een potje winnen met Ems voordat ik verder mag. En hierna moet ik dat dus doen met 8-bit, zoals je ziet. Dus ik schakel even over naar mijn hoofdaccount, waar ik natuurlijk wel potjes mag spelen. En daar gaan we dan. Ik moet dit potje winnen en dan pas mag ik verder. Ja, ik ga een beetje risicovol spelen. Ik heb echt die dingen nodig. Oh nee, dit was heel dom. Waarom ga ik ook die bosjes in? Dit is zo dom. Oké, wat is mijn strategie? Misschien niet de bosjes in gaan. Oh, er komt weer iemand naar me toe. Ga weg, ga weg. Kill deze Chester. Kill hem, kill hem, kill hem. Ik moet verplicht de win pakken. Ik mag niet tweede worden, ik moet eerste worden. Oh nee, ik word weer gekild. Mooi. Oké, even healen. Deze kisten wil ik hebben. Ik heb die punten nodig. Oeh, pas op nou. Oeh, ik ben zo low. Waarom ga ik zo snel dood, bro? Rustig aan. Er wordt hier gevochten. Er gaat iemand dood. Oh ja, hoe ga ik dit ooit winnen, man? Voor iemand in die bosjes met waarschijnlijk 10 krachtpunten. Dit is toch onmogelijk om te winnen? Wat voor knokker is dat, die vlieg? Wat is dat voor knokker? Ik ken die helemaal niet. Oké, deze zijn voor mij. Au. Bro. Oh, dit is nice. Ik heb 4 krachtpunten. Nu lekker chillen. Of toch niet, ik zie nog een krachtpunt. Ja, die is mij, dankjewel. Boom, kill hem. Hij is dood. Oh, pas op, iemand in het midden. Yo, 6 krachtpunten, let's go. Ik moet even mijn super opladen, die kan heel handig zijn. Oh, iemand met 7, die is bijna dood. Die kunnen we killen. Waar zit hij? Hij zit hier. Rustig snijpen. Oh, pas op. Oeh, rustig aan, ik ben bijna dood. Boom. Au. Nee. Bro, dit meen ik. Er zit een boel daar in de bosjes met maar 1 gelukkig. Die kan ik hebben. Oh, er wordt hij gekild in het midden. Met 6. Hij heeft 6 nu. Ja. Kom op. Ja. Kom op. Kill. De finishing blow. Boom, die aan. Ja, ik heb hem. Let. De win is binnen en we mogen weer verder. Oké, openen maar. Huppakee. Die credits, daar gaat het voornamelijk om. Maar ook om de store drops. Er zitten namelijk 25 store drops in dit ding. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik in één keer de hele pass koop. Want het kost misschien 80 euro. Maar daarna heb ik wel weer 5 of misschien nog wel 6, 7 nieuwe knokkers. En dat is op zich best wel heel erg nice. Ik heb trouwens ook heel veel munten die ik erbij krijg. Waar ik helemaal niks mee ga doen. Besef, ik zit nu al op 40.000 munten. Het slaat nergens op. En vandaag gaan we denk ik wel naar 60.000, 70.000 munten of zo. Mooi man. Oké, stardroppie. Helemaal niks. Ja, ik verwacht misschien wel een tweede legendary stardrop. Want zoals jullie weten, aan het einde van de pass krijg je natuurlijk altijd 1 legendary stardrop. Dus we moeten hem helemaal kopen. Maar heel stiekem verwacht ik misschien nog wel een legendary stardrop. In ieder geval, ik heb bijna 8-bit te pakken. En, stardroppie. Helemaal niks. Geeft niet. We hebben nog genoeg te gaan. Daar gaan we dan. We openen zoveel als we kunnen. Let's go. En nog een stoot erop. Kom op. Deze dan. Boom. Episch. Oké. Zit erin. Oh. Bro, ik heb natuurlijk kit al. Hij schrok me dood. Yo, je kan toch geen legendary knokker uit een epische stall erop krijgen? Volgens mij is dat echt onmogelijk. Maar hey, een skin is very nice. Very nice. Oké, die gaan we gelijk uitrusten. En ondertussen gaan we gewoon lekker door. Want ik heb nog steeds geen nieuwe knokker te pakken. Dus ik ga gewoon alles openen wat ik kan openen. En daar gaan we weer. Nog een nieuwe stall erop. Hey, weer episch. Kom op, mythisch. Oké, nu dan nieuwe knokker. Oké. We gaan door en 8-bit is binnen. Oké, dat betekent maar 1 ding. Wij moeten een potje winnen met 8-bit. Oh, dat gaat helemaal niks worden. Oeh, en ik mag zo meteen ook eentje kiezen die ik hierna ga doen. Ja, ik denk dan toch Edgar hoor. Let's go, huppakee. Bro, hoe ga ik dit ooit winnen? Ik ben letterlijk een huis. Oké, die dynamite die spint hem helemaal. Die is helemaal... Oh, kijk, ja, ik kan toch niks. Ik kan niet eens krachtpunten pakken, man. Oeh, ik kill hem bijna. Kom op, oeh, hij is bijna dood. Hij loopt weg. Ja, deze moet ik hebben. Ja, ik heb hem. Let's go! We hebben gewoon een kill. Yo, ga ik het eerste potje gewoon winnen met het huis?
Gewoon met dit huis, hè. Ik heb weer mijn nieuwe super... Oh ja, kijk, daar staat hij. Yo, ik doe zoveel damage. Ik doe zoveel damage. Oké, we gaan hem chillen. Ik wacht gewoon af tot die twee gaan vechten. En dan ga ik gewoon lekker third party, joh. Huppakee, zo werkt dat. Hij zit daar weer. Oh, ja, er wordt gevochten. Er wordt hier gevochten. Gewoon, bro. Ja, kill hem. Is dat potje win? Dit meen je niet. Met het huis. Met de traagste knokker in de game. Nou, oké, dat schiet al mooi op. We kunnen gelijk door. En ik heb nu 900 credits nodig. Oh. Mythisch. Wat zit erin? Ja, 200 credits. Dit is top. Dit is altijd top. Credits zijn altijd top. Wat ik in ieder geval wilde zeggen. Kijk, ik heb nu zo ongelooflijk veel credits nodig al. Die epische knokkers zijn al best duur aan het worden. Oké, gaan we dan. Oh, weer een epische. Wat zit hierin? 200 muntjes, oké. Huppakee, nou die Edgar gaan we bijna claimen hoor. Kijk, ik koop nu ondertussen even de volgende. Ja, dan ga ik dat even openen. Weer even een stoordroppie met niks erin. Dan koop ik weer de volgende stap. Even wat dingetjes terug, dankjewel. Lol, ik krijg precies 30 gems terug. En dat kost ook 30 gems, dus dat schiet gewoon helemaal niks op. Maar kom op, let's go. Weer een stoordrop. Ik verwacht wel iets goeds hoor uit zo'n stoordrop. Gaan we door, 1000 muntjes en nog een keer 1000 muntjes. En dan gaan we weer door. Een domme spray erbij en weer een stoordrop. Wat zit erin? Weer een epische. Hoeveel epische krijg ik wel niet? Er zit bijna nooit iets in. Maar dan krijg ik weer 200 credits erbij. Oké, ik heb hem bijna. Kom op, stoordroppie. Helemaal niks. En kom maar op met die krachtpunten. Oh, dit kost trouwens zo ongelooflijk veel gems wat ik aan het doen ben. Het doet wel een beetje pijn hoor, ik zeg het je eerlijk. Oké, nu krijg ik 100% een nieuwe knokker erbij, toch? Laat ik sowieso even deze stoordrop eerst openen, waar niks in zit. En even kijken, kijk, ik kan nu gewoon een epische claimen als ik wil. Of ik claim natuurlijk de credits. En het beste wat je kan doen is eigenlijk de credits claimen. Maar in dit geval zou ik best wel graag een berry of zo willen claimen, zodat ik daar ook een potje mee kan pakken. Dus ik twijfel een beetje. Het scheelt toch maar 50 credits. Dus in principe kan ik ook wel gewoon een knokker kiezen, joh. Ja, weet je wat? Ik kies voor berry. Daar gaan we dan. Huppakee. Dus ik moet nu een potje gaan winnen met berry. En ondertussen is het al de derde knokker die ik heb. En moet je kijken wat ik allemaal nog kan openen. Dit is ziek hoor. Oké, dus één nadeel. Mijn berry is dus al best al een hoog level. En er komt gelijk een kid naar me toe. Waarom wil die kid mij zo graag hebben gelijk? Bro, ga weg joh. Zo de mid erop. Ga even dood. Huppakee, die is dood. Die is dood. Ja, ik wil best met je team, hè, maar ga even dood of zo. Boom. Ga dood. Ah, ik heb hem. Let's go, baby. Gelijk lekker agressief spelen. Zo doen we dat. Huppakee, krachtpuntjes vormen. Oh, deze moet ik hebben. Die Byron moet weg. Byron, ga even weg. Ga even weg, Byron. Hup, dankjewel. Ik pak ze beide even. Oh, nee. Een boel met 12. Dit verpest alles. Maar ik kan hem killen. Ik kan hem killen. Laat hem gewoon killen. Ja, oprotten. Boom. Wegtikken. Weg hier. En ik ben dood of niet? Ik ben dood, bro. Ja, natuurlijk wint die boel. Ja hoor, tuurlijk wint hij weer. Bro, dit is toch niet normaal? Ik spawn. Ik ga de hele tijd dood. Hier, er gaan weer 8 trofeeën, man. Jongen. Ja, man. Zij teamen of niet? Bro's teamen gewoon. Oh, kom op. Healen. Doe, boom. Ja. Kom op, heal mezelf. Ja, nee, bro, zo close. Nee. Elke krachtpunt die ik kan pakken, die pak ik. Is dit slim? Oh, ik heb hem ook nog. 9 krachtpunten, let's go. Okay, ik hoop niet dat er iemand in een bosje zit met 10 of zo. Dan ben ik echt de lul. Ja, maar 2, dat moeten we winnen, eindelijk. Ik pak eindelijk die win, he. We zijn zo lang bezig geweest, man. Daar gaan we weer. Op naar knokker nummer... Oh, ja. Hij is nu al binnen. Hey, top man. Oh nee, ik moet een mythische kiezen. Oh. Ja, natuurlijk. Dit zat aan te komen, hè. Weet je wat? Ik ben net heel veel gekild door Mortis. Ik kies voor Mortis. Oh, die is nog in de aanbieding. Omdat het natuurlijk de eerste mythische knokker is die ik echt vrij speel. Dus die is nog voor 950 credits. Oké, ik moet een potje met Edgar winnen. En ik heb natuurlijk deze gloednieuwe skin. Waar ik eigenlijk nog geen potjes mee gespeeld heb. Kijk hoe sick die is. Dit is toch top, hè. Kunnen we deze Crow ook pakken? Oh nee, die loopt weer net weg. Oh nee, bro, nu ben ik weer dood. Kill hem snel. Ik heb hem. Niet doodgaan. Alsjeblieft niet doodgaan. Hoe had ik die kroon nog te pakken? Ik pak hem gewoon. Boeien. Ik heb hem. Oké, niks aan de hand. En nu chillen. Ik wil die laatste gadget eigenlijk even bewaren. Want dit is een gevaarlijk moment. Ik kan mijn super weer heel goed gebruiken nu. Daar komt het daar. Ja, dit is gevaarlijk. Weg, bro. Ik wilde net wegspringen. Jij bent zo de lul. Kom op, kill hem. Kill hem nou, bro. Dit is top. Ja, nee. Oh, ik weer bijna dood. Bro, ging ik alsnog bijna dood. Oké, het is nu al showdown.
easy dub, boom. Nee. Oh! Bro, ging ik weer bijna dood. Oké, maar ik heb hem te pakken. Daar gaan we dan. En ik ben benieuwd welke knokker ik nu als eerste ga krijgen. Want er zitten natuurlijk best nog wel veel credits hierin. Maar de kans is misschien ook nog wel veel groter dat ik iets uit de store erop krijg. Daar gaan we weer. En ik ga gelijk heel wat gems claimen. Kom maar door. En we gaan... Weet je wat, ik ga even wat sneller die levels claimen. Dat is echt even net wat makkelijker zo. En dan gaan we het even lekker zo doen op deze manier. Oh, mythisch. Kom op, alsjeblieft, legendary. Alsjeblieft, legendary. Nog één tik. Ah, mythisch. Maar hey, het is een mythische. Dit kan heel erg goed zijn. Wat zit erin? Plus nieuwe knokker. 500? Nee, dit is niet goed. Dit is niet goed. Hier ben ik niet blij mee. Ik heb sowieso niks aan munt op dit account. Oi, oi, oi. Daar kon een knokker in zitten. En er kon gewoon een knokker in zitten. Dat is wel echt even balen. Maar we gaan snel door. Alsjeblieft, nog een mythische. Zou ik heel cool vinden. Yo, eerlijk, qua stodrops. Ik vind het echt oprecht een beetje tegenvallen. Oké, ik heb nu wel een mythische gehad. Maar er zat eigenlijk helemaal gewoon niks in. Kom op, please. Ik verwacht nog wel iets goeds, hoor. Kijk, sowieso verwacht ik iets uit deze legendary op het einde. Dat is logisch. Maar uit die andere 24 Stalder, verwacht je toch ook wel even iets. Oké, dan gaan we dan. Let's go. We gaan weer tikken. Weer een zeldzame. En ondertussen claimen we weer lekker wat credits. Huppakee, we zijn op de helft bij Mortis. Kom op. Iets van credits eruit krijgen is ook top. Hè? Als ik dat kan krijgen, is ook altijd mooi meegenomen. Oké, dan gaan we weer. Nog een stalder oppie. Wederom niet zoveel. En ik ga weer gelijk een aantal levels claimen. Echt met gems vliegen op, joh. Dit is zo insane. Wat ben ik aan het doen? Maar het is wel leuk om dit te doen, want ik heb nu al 4 nieuwe knokkers vandaag. Kom op. Wat zit hierin? Helemaal niks. Gauw die muntjes claimen. Hoeveel munten heb ik inmiddels al bij trouwens? Dit is echt insane. En dan gaan we nog een keer. Weer niks. Oké, nou dan maar weer de credits claimen. Ga ik Mortis met credits krijgen? Ik denk, oh net niet of wel? Nee, volgens mij net niet. Oké, ik heb wel weer een nieuwe skin erbij. Wacht, dit vroeg ik me dus af. Ik heb dus nu een skin voor Sandy, maar ik heb Sandy helemaal niet eens. Kan dat überhaupt? Is dat een ding? Want de vorige keer kreeg ik ook een Rico skin en toen kreeg ik Rico er wel bij. Maar krijg ik Sandy nu? Nee, ik krijg Sandy niet, hè? Oh, ik kan hem omwisselen. Nee, ik ga hem niet omwisselen. Nee, dat ga ik niet doen. Misschien later. Nee, gaan we nu niet doen. Oké, dat is wel heel raar dat ik die kon omwisselen. Maar goed, we gaan snel door. Volgens mij is dit oprecht een van de laatste alweer. Jongens, meen je toch niet? Oké, daar gaan we dan. Ik ga de laatste levels gewoon kopen. Kaboom, mijn gems zijn alweer bijna op. Weet al u nog toen ik 6000 gems op dit account had? Ze zijn alweer op. Goed, we claimen nog even wat muntjes en weer een nieuwe zin voor Sandy die ik niet heb. Oh, hoe geweldig zou het zijn als in die laatste legendarische store erop Sandy gewoon zit. Zo, dat zou het helemaal afmaken. Dat zou het echt geweldig maken. Oké, de laatste 200 credits. Helaas geen nieuwe knokker, maar die kan ik nog steeds wel krijgen. In ieder geval wel weer een nieuwe skin erbij. Sandy Kwal. Mooi. Hartstikke mooie skin. Geweldig. Met de spelerstitel van Dal. Hartstikke mooi. Oké dan, we hebben 4 nieuwe knokkers. Ik verwacht er minimaal 5. Dus credits nu krijgen is top, maar het liefste. Het liefste hoop ik dat Sandy hierin zit. Oké, dit is een hypercharge. Een hypercharge is altijd goed. Daar moet je niet om klagen. Dat is 5000 munten. Alleen, ik heb er niet heel veel aan dit account. Omdat ik er niet mee mag spelen. Dus dat is jammer. Het is de hypercharge van Macy. Ik weet niet hoe goed die is. Geen idee. Maar hey, ik ben niet geheel ontevreden. Ik had wel gehoopt op een 5e knokker. Helaas is dat niet gelukt. Maar ik ga niet klagen. We hebben 4 nieuwe knokkers erbij. En dat brengt het totaal op 35 knokkers al. Dit is echt heel erg ziek. En dat allemaal zonder ook maar 1 potje gespeeld te hebben. Dames en heren, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Want dan kan ik een klein beetje geld terugverdienen. Dit was een hele dure video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Check de video naast je. Dikke doei. Dikke later.